Een slecht leider wordt veracht. Een goed leider wordt geprezen. En een groots leider is onzichtbaar in zijn grootsheid. Hij of zij laat zijn volgers geloven zichzelf te leiden. Bam. Ik ken een CEO van een redelijk groot bedrijf. Ik noem hem Dre. Dre luistert alleen naar Dre. Toen ik hem vroeg wat hij aan zichzelf zou kunnen verbeteren, vertelde hij mij dat hij de awards had gewonnen de afgelopen jaren, dat hij over leiderschapscursussen de beste was, dat hij coachingsprogramma's had gevolgd en doorlopen en dat hij zo geweldig iedereen meekreeg. Dre vindt zichzelf 100% oké. En nee, hij kon niets bedenken, echt niet. Niemand in het bedrijf van Dre was het daarmee eens. Sommigen vonden hem goed, anderen vonden hem niet bepaald effectief en een restgroep vond hem verschrikkelijk slecht. Een groot leider was Dre alleen in zijn eigen verbeelding. Er is geen toverformule waardoor jij een groot leider bent. En er is zelfs geen opleiding voor. Tuurlijk, er zijn programma's waar je goed leiderschap leert. Maar groot leiderschap moet je uit jezelf halen. Groot leiderschap is niet aangeboren, het is ontwikkeld. Een groot leider, en dit zal je verrassen, is meer op zichzelf dan op de ander. En die heeft de moed om aan zichzelf te werken. Poeh, denk jij misschien. Ik ben blij dat ik niet ben zoals die Dre. En natuurlijk ben jij niet zoals Dre. Maar er zijn elementen in je leiderschap waarvan jij overtuigd bent dat je dat uitstekend doet. Maar is dat helemaal waar? Of zijn er kwaliteiten waarvan jij denkt dat je die niet hebt, terwijl die latent rijkelijk aanwezig zijn? Een goed leider wordt een groot leider door persoonlijke groei. De stap erna is anderen te laten groeien. Dan ben je groots. Groots leiderschap. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.